Heel gasten, leuk dat je kijkt naar een nieuw tutorial. Ik laat jullie zien hoe je Pitera Dactyl op Ubuntu 16.04 kunt installeren. Uiteraard met de recentste versie. Nou, laten we meteen beginnen. Eerst even SSH inloggen. Ik heb alvast een subdomein aangemaakt naam Pitera Dactyl op mijn domeinnaam jasgate.me. Wat wordt geplakt. Even snel updaten. Van de Global Mirrors. Want hij default zich altijd op de US Mirrors. Daarvoor gebruik ik even Yannick Steenbeeks. Dat is een van zijn Linux commands die hij heeft geplaatst. Het is niet daadwerkelijk een van zijn eigen commands, maar het is gewoon iets simpels. Wat ervoor zorgt dat we uit de Europese Mirror pakken in plaats van de Amerikaanse. Want daar zit flink wat vertraging tussen. Ik ga gewoon gelijk naar docs.pitera.io. Laat even vol upgrade. Even snel de updates downloaden. Ga naar server requirements. Nou, we hebben het met Apache, zoals altijd. Ik zal wel binnenkort even kijken of ik tijd heb voor een Nginx video. Uiteraard MariaDB uit de officiële MariaDB repository halen in plaats van die van Ubuntu. Op deze weer het weer up-to-date zijn. Ik heb 16.04 stable. Ik heb een server in Frankrijk. Kan dit eigenlijk een stuk sneller?
Nou, ik denk dat de meestal als het goed is hebben doorgeskipt. Althans, dat gevoel heb ik. Dus ja. Dan gaan we nu snel naar server requirements. Snel naar het downloaden. En dan gaan we nu heel snel verder. Dan gaan we een MySQL database tussendoor aanmaken. Een environment configureren. E-mail verzenden en ontvangen. Database zetten zodat het systeem werkt. Nou, daarmee kan werken. En dan de seed is voor het, ja, de services zoals Minecraft en dat soort dingen. Het gebeurt lekker mooi achter elkaar. Wanneer een command klaar is, ga ik gelijk door met de volgende. Ik zal alvast even vertellen dat ik hetzelfde domeinnaam slash subdomein ga gebruiken voor de daemon slash node. Zodat ik maar snel kan werken.
moeten we deze commando, dit commando uitvoeren. Op bewerken. Dat erin zetten. Gewoon een stukje mee. We dit kopiëren. Dan gaan we etc. System D. System. Server. In service. Pakken. X. Ctrl X. I enter. Dan gaan we naar de webserver configuratie. Nano. Etc. Apache. Zoek naar de Apache. Kopiëren. Plakken. Tero. Tero.discreates.me. Ctrl X, I enter. A2N log. Rewrite. Service Apache. En we kunnen de website kennen hebben. A2S. Pitero Blacktail. Service Apache. To restart. Zegbot. Zegbot Apache. Daar ga ik alvast in de tussentijd naar. Demon. Vrij makkelijk. Je kunt ook gewoon lscpu doen of gewoon theme code /s system manufacturer. Ik heb gewoon kvm / kmu omdat ik een vpn omdat ik gewoon kvm als virtualisatie gebruik op mijn package server. Hier staat ook virtualization, KVM, VT-X, hypervisor, vendor, KVM, virtualizer type. Cool. Okay, kernel. Oh ja, dat was vergeten. Update grip. Kan ik even een nieuwe kernel achterhalen? 1-0. Generic. Dat is al geïnstalleerd. Install dependencies. Docker. En dan moet er ook de Docker automatisch opstart. Deze programma's zijn al geïnstalleerd. En ik ga hierna gewoon op een moment verder, want ik moet helaas gaan. Dus ik zal de video later even opnieuw gewoon laten opnemen. Op een ander tijdstip nog verder. Yo mensen, daar ben ik weer. Nou, dan gaan we eens even verder. Het lijkt erop dat ik de VPS moet rebooten.
Ga even doen. Even wacht erbij pakken. Install only production. Oh, ik zie het al, hij mist bepaalde. Ik mis iets in mijn kernel. Vandaar. Maar het is al geïnstalleerd. Wat is nou weer, joh? Dat kan echt niet. Maar een van mijn eerdere VPS steeds wel. Zo is het even op. Ik loop mee. Weer uitpakken.
Maar ik heb Build Essential nodig. Daarom doet hij het niet. Waar zit de juiste component om dit te kunnen, om een bepaalde library voor de daemon te kunnen installeren? Zit er tussen. En zien of dat wel werkt. En ja hoor, het werkt. Nu zet het bord even draaien. Nu ga ik even de daemon erin zetten. Maar wacht, ik heb eerst een locatie nodig. Even met OVA. OVA Frankrijk. Create new. VVS 1. Vero DeckTail.ps. Me. Met een mijn programma's. Misschien, ik heb 4,1 gigabyte. Dan doen we allemaal. Dan doen we 3,9 ongeveer. 1,2, ja. Twee, vier keer 3,9. Nou, dan ronden we af op 3, nou, we kunnen geen commas gebruiken, dus dan moet ik even ik typ gewoon eventjes over van mijn rekenmachine op mijn telefoon. 1,024 keer 3,9. Nou, dan kom ik uit tot 3993,6. Dus dan rond ik af naar 3994. Ik wil geen overallocation. Opslagruimte 488. Maar dan maak ik 450 van. Dus 1024 keer 450 is 460.800. 460. 800. Ik wil ook geen overallocation hebben.
En dan kunnen we nu aan de allocation van de IP-adressen beginnen. Dat kan we Pitero dactyl.jesse.min. Tap tap 25900. Submit. En dan doe ik dat ongeveer hetzelfde als daarvoor. 127.0.0.1. Dan kan ik nu aan de configuratie beginnen. NPM start. Totdat hij op de achtergrond de benodigdheden ervoor verder gaat downloaden. Kan ik alvast dit erbij pakken. Hij is op dit moment bezig met de desbetreffende container voor de FTP aan het downloaden. Want je hebt een FTP-container, want ze gebruiken een FTP-docker-container ervoor. Ik kan nu Wings, oftewel de daemon, afsluiten. Ga ik system bij service aanmaken. Opslaan. Daemonizing. En nu draait de daemon nu op de achtergrond. En zou die als het goed is nu in het controlepaneel zichtbaar moeten zijn met een groen hartje. Ja, hij is online. Dat is mooi. Dan kunnen we nu een server aanmaken. Nou, dan zeg ik bijvoorbeeld. Dan zal ik eerst even kijken op welke servers je kunt aanmaken. Minecraft, Terraria, TeamSpeak en nog een ander soort voice server. En ook bijvoorbeeld TeamFortress, Insurgery en ARK, Survival Evil. En dan doe ik voor deze keer Minecraft Vanilla. Doe ik de naam. Noem ik deze naar test. Nee, ik noem deze gewoon puntje kort. Want ik ga een puntje kort opzetten. Hij is 25565 IP. Ik geef hem 512 MB RAM. 4 GB opslag. Dan hoef ik alleen de optie puntje kort te selecteren. En ik kan op create server drukken. En dan wordt de server op de achtergrond gelijk aangemaakt. Hij zal hier voor eerst even een bepaald bestand downloaden en installeren. Dan pas zal hij een beetje kort jaar gaan downloaden. Dat is echt in ongeveer 3 minuten gedaan. Afhankelijk van de snelheid van het systeem. Het lijkt erop dat hij bijna klaar is. Maar het zal altijd wel enige tijd duren. En vooral met de eerste container die hij aanmaakt. En dan zal ik nu nog eerst een spiegeld server gaan maken. Dan haal ik wel even van een illegale bron.
ik juist tijd wil besparen voor deze video. Downloads. Spiegeld. En de rest ook gewoon in een andere video laten zien. Van hoe je ook nog een netwerk kunt aanmaken in Pterodactyl. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te liken en te subscriben. En druk ook, en vergeet ook niet op de bel-icon te drukken. Zodat je altijd op de hoogte wordt gebracht op mijn nieuwe YouTube-video's. Later!